Dat batterij is kapot. Niet voor het opwarmen. Kut hoor. Lulle! Eten meegenomen? Eten meegenomen? Ja. Ja. Nog een plankje. Ja. Dan een plankje tegen leien. Goedemiddag jongens. Welkom weer terug bij een mooie aflevering van Twee Wielers Noord. Hé, wat heb jij nou met die doosjes al leuk? Nee, toch meegenomen net? Nee, die doos. Je hebt niet meegenomen? Nee. Ik zeg dat vriendelijk, ik dacht je hebt meegenomen. Die baan zat er nog in. Ik dacht je hebt meegenomen joh. Ik dacht dat ik met een doos zou gaan lopen. Ja, er komen genoeg doosbollen joh. Of genoeg doos, kom een nieuwe doos binnen. Goedemiddag, want Willem kwam ertussen. Goedemiddag jongens. We hebben weer bij een mooie aflevering van Twee Wielers Noord. Kijk, we hebben hier de Faradero, de bekende Faradero die bij ons vaak staat hier. Niet dat hij bij ons vaak staat omdat het niet goed is. Nee, dat ding doet gewoon goed werk. Hij maakt veel kilometers. En nou zijn die bandjes aan de beurt. We hebben vorige keer de motor een servicebeurt gegeven. We hebben ketting en tandwielen hebben we vervangen. We hebben vandaag liggies, die spotliggies gemonteerd. Ja. Die moet je even zien. Kijk zo. Nou, prachtig. Hey, maar waar heb je ze gemonteerd? Er zit normaal een knop bij en die knop monteer je aan de stuur. Hij zegt, Isa, ik wil dit op de stuur hebben. Hij had hier twee knopjes nog leggen. Hij had hier twee knopjes. En die knopjes die hier, het zijn knopjes die even een sirene waren. Want dit was een ex-politiemotor geweest. Een sirene. En daar heb je het op aangesloten. Ik zeg, mooi. Ja. Wat we nou gaan doen, we gaan de banden vervangen van deze machine. Dus ik laat je zien welke banden we gaan monteren. Precies hetzelfde banden gaan we monteren. De Michelin Anarchy 2. Die gaan we monteren. Voor was achter. We gaan twee nieuwe banden monteren. Dan kan hij weer rijden. Maar wat ik jullie wil vertellen over de Faradero 1000C. Dat is een van de motoren die naar Marokko is gegaan. Hij is naar Marokko toe gegaan. Ze hebben ze niet gereden. Achterop een aanhanger in Marokko. Ze hebben een hele mooie rit gemaakt in Marokko. Ik hoorde van 3.500 kilometer. Dit is een van de motoren die het hebben volgehouden. Ik hoorde dat een BMW... Die BMW-motoren die hebben allemaal gescheten daar. Die begonnen te sputteren en raar te doen. Maar dit is BMW, dat kan dus geen probleem. Als een BMW niet had gedaan, dan was het geen echte BMW. En dit is de BMW. Die hebben we van de week hadden staan met de kapotte karter. Daar gaan we vanavond mee doen. Kijk, we hebben die karter even onder gerepareerd. We hebben die kartertje gerepareerd. Ik ga er nou een oliefiltertje in. Ik ga er een oliefiltertje in draaien en dan giet ik er olie in. We maken even die rand mooi schoon. Die rubber is vettig. Hij loopt dicht nog. Godzak. Dan halen we hem even ietsje naar voren. Want we geven aan de HF163 dat die juist is. Oké, met ik geef aan het lossen. Hoppa. Naar boven toe. Hij loopt er mooi netjes langs. Ziet er mooi keurig uit. Gaan we kijken of deze sleutel past. En dan geef ik hem een paar slagen. Strak, hè? Nee, vast. Kom maar door. Goeiedag. Hé, ik moet je nou mijn lekker appels voor me? Nee, kijk, wie wil ook appels gebracht? Dat is echt Hollandse appels, waar komen die vandaan? Ik weet dat van uit Holland. Ik weet wat appel is. Wat appel is het? Houden ze net. Nee? Nee hoor.
Dank je wel. Nee, ze lijken er veel op. Ja, lijken er veel op. Heb je een appelboom in je tuin? Nee. En een appelboom in je tuin? Ja. Nee, in mijn tuin, nee. Nee? En dan een wietboom? Nee, die komen uit Geldermalsen. Oké. Okay. Geldermalsen. Vol het een beetje, we staan zo langs de weg. Ja. Ja, en er waren proeven. Ja. Dus hangen borden. Gratis plukken, waar je pluk mag je meenemen. Ja. Ze beuren er niks meer voor, joh. Zoveel appels zijn er dan? Ja, we gingen vroeger allemaal naar Rusland, dus, hoor. Het is allemaal een beetje wat fruit daar, hè. Zo. Die appels zien er mooi uit als ik naar die appel kijk. Dan denk je, het lijkt wel op een Honda. De kwaliteit van Honda en de kwaliteit van de appels, dat is gewoon bizar. Het ziet er mooi uit, die appel. Mooi peren ook hebben. Ja, ook lekker peren, ja. Ja, haanperen. Ja. Geen stoofperen. Nee, nou, een peer om te eten, gewoon een peer. Ja. Ik zal kijken of die ook die hebt, dan moet je ze even laten liggen. Is goed, geen probleem. Zon zat hier. Ja. Neem die peren maar ook mee. Maar het is toch allemaal, het is schandaal, maar je ziet dan wat er onder de boven ligt. Vroeg in de export, weet je, naar Rusland toe, weet je, allemaal boycott. Maar weet je wat het nou is? Ze moeten die plukken betalen. Ja? Dat is 6 euro per uur. Ja. Die kist huren, naar de veiling. Ja? Appa, is genoeg. Je hebt vastgezet. Dan krijgen ze een bekeur. Ja, ja, ja. Goed staan. Ja, ja. Hé, ga maar even kijken op mijn tafel. Ja, als je een lekker peren hebt, neem ze maar mee. Dank u wel. Hé, hey, joh. Hé. Hey. Ik heb mijn scooter nodig, hoor. Ja. Ik moet ermee weg. Ik moet ermee naar de binnenstad en ik niks aan mijn auto. Ja. We gaan regelen voor je. Pas je niet op. Kunnen we pas mee verwachten? Ja, dat is een aardig man. Ben je altijd appels? Dat zijn aardige mensen, weet je. Ja. Dat ben de beste, hè. Oligofas. Ja. Moet maar uitkijken, doe niet afleken. Nee. Blijft vanaf, hek. Gaat ook niet. Ik zou je thee kiezen, alles. Waarvoor nou? Die maakt het wel. Ik wil jou alleen helpen, joh. Nee, ik moet geld hebben. Geld? Ja, dat doe je zat. Ouder. Die maakt wel zoveel last. Dat maakt het van verder. Dit is belangrijk. We gaan met die vader erover. Ik ben een vieze oude jood. Oude jood? Ben je bedenkt geweest, Hamid? Nee, gewoon. De druiven mee. Ja, vroeger. Nee, ja, maar ik weet niet of het goede druiven zijn. Ja? Goede druiven, misschien die zure dingen, joh. Ah, ja, jij bent zure dingen, je bent niet gewend, ja, joh. Nee, ik hou van zure bommen, vriend. Ja, dus ik ben wel wat gewend. Ik ben wel wat gewend. Ik kan je vertellen, ja. Dat is kool. Ja, daar ben ik kool, ja. Nee. Schat, wat tegen jou zeg. Ja, mooi flesje whisky. Ja, flesje whisky. Een kwartier is dat. Ja. Wij komen nog eens een half uur slapen. Ja. Waar is die hand hier aan die geest? Is deze hier die aan? Die van mij? Die bovenaan. Dat is mijn helm. Dat is mijn helm, die. Ja. Dat is mijn helm, die. Ja, gewoon daar, ja. Die hand hier bovenaan, toch? Ja. Nee, dat is zwart is dat. Die ligt thuis. Die is mijn huis meegenomen. Ook zo'n shark, zeg je. Het is lang ook, hè? Eén keer draaien. Nee. Ja? Ik wil die pot voor mij wel een keer indraaien. Mijn helm blijft recht altijd. Die nergens. Hey, kijk uit, hè, met die flikkers. Ze staan over dat koelte liggen. Ja? Ja, ze staan net bezig met stille. Hoe noem je dat ook weer? Zo'n flitsauto? Nee, met zo'n stille. Onvallende motor. Oké, okay. Ja, dan zijn ze bezig, ja. Daar hou ik snel jongens in de gaten, hè? Dus die maandag is het nog niet uitgehaald, hè? Nee, dat is die andere kant. Het is mooi weer. Ja, wat oud, Wout. Ik ging net bij de kardinaal de Jong weg. Er stonden twee vaatwassers. Ja. Ik zei net, die man is... Nee, die heb ik nog nodig, zei die. Heel hele rare kerel, joh. Ja? Ik had tot 610 kilo ijzer. Ja? Ja.
Zes bakjes heb je gebeurd, hoor? Nee, geen keer. Oh. Met die jongens samen, 610 kilo. Voorzichtig, ik kan. Dan komen mijn eentje op. Dit is gevoelig, dit is best wel honden. Mij en de man hebben jullie gebeurd? Nee, dat was normaal gekje. En trouwens, morgen zijn we er niet. Morgen is het 1 september. Dan is het offerfeest. Dan is Hartje. Offerfeest. Offerfeest. Oh. Schaapslachten. Dat is... Dat heeft onze vader Abraham gedaan. Abraham. Zijn vader, dat is Azar. Zijn zoon is Ishaak, ja. Ismaël. Daar gaan we nog een keer terug. Dan krijg je Adnan. En dan vanaf de profeet is het tot Abraham is 2200 jaar. Oh, yes. Zijn er hoeveel opa's zijn er? Ik denk zijn 12 of 13 opa's. Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Abdullah, Abdulmuttalib, Hashim, Abdulmanaf, Qusay, Kilab, Murra, Ka'ab, Lu'ay, Khalib, Fuhr, Malik, Nodar, Kinan, Khuzaima, Mudrika, Ilyas. Een hele serie opa's zijn het. Ik weet het niet meer zo op mijn hoofd, maar ik heb ze wel geleerd. Als je zegt ik hou van de profeet, dan moet je zeker weten wie hun opa's zijn. Dan moet je weten wie zijn moeder is. En dat is liefde voor de profeet. Niet liefde voor de profeet met de vioolmond. Nee, als je van de profeet houdt, dan moet je weten wie deze man is. Wat hij ons gebracht. Wat hij heeft ons gered. Huh? Hij is de redder van ons. Misschien wel van het vuur gegaan, als hij niet was geweest. Dus. Maar volgens mij is de batterij bijna op, luister niet. Het is leeg. Leeg? Dus, we gaan jullie verlaten, jongens. We gaan een beetje verder knijden. We gaan die batterij oplaaien. We gaan jullie een andere keer zien. Adios.